op zondag. Ja. Ja. Nou, Rabijn Katz, u mag voor mij beginnen. Ik begin? Nou, graag. Gezondheid, zou ik zeggen. Oké, okay. Goedemorgen allemaal vanuit Amsterdam. Wherever you are. Wij, na deze... Ik wist trouwens niet dat de Minnek Loet was en de Minnek en Minnek 2. Ja, dat is interessant. Dankjewel, vriend Els. Maar wij gaan meteen Michail El Goyel. Daar kom ik een keer langs. Alleen niet voor de mosselen. Niet voor de mosselen. En de Tammy woont in Ierseke. Oh, dat zeg je al. Op Ierseke. Ja, zie. Ja, geweldig. Geef je mijn adres. Ja. Nou, is het zo dat... we gaan weer gaan gooien. Van Mitrex. Dan gaan wij van Purim gaan wij naar Pesach. En... dus als aangekondigd is, dit is Pesach met de Chacham Tzvi. Ik zal even vertellen hoe dat komt. Ik heb ten eerste, is een beetje bizar, maar er zijn waarschijnlijk weinig mensen in Nederland die dat kunnen zeggen, maar ik heb dus dezelfde werkgever als de Chacham Tzvi. Ja, ik hoop dat mijn werkgever eigenlijk aardiger voor me is dan die was voor de Chacham Tzvi. Ja, maar het is lang geleden. Lang geleden dat hij in dienst was en er zijn nu andere mensen die... Dat bedoel ik. Maar dus, mijn werkgever is eigenlijk wel hetzelfde rechtslichaam. Hij heeft wel de Chacham Tzvi eruit gegooid. Dus I hope he's nicer for me. Ja. Nou, je hebt het nu verteld, dus misschien dat de werkgever meekijkt. Paul, heb jij een hand? Ik neem het op. Paul, dus, je kunt iedereen uitgooien als je wilt. ik heb je woorden opgenomen. Dus. Ja, dat kent dat geintje. Maar het is... dat is even Milsen de Bediegelse. Maar het is natuurlijk, als je kijkt natuurlijk tegenwoordig naar een Hebrewboek.org met 60.000 boeken, dan krijg je ook af en toe van wat was in Nederland geschreven. Maar er zijn een heleboel sporen geschreven in Nederland, worden nog steeds geschreven. Dan is er bijna in Nederland, mijn vriend Herman Loonsen liep kort geleden een aantal sporen zien van iemand tegen Simon Frankfurt, die was hier raaf. Raaf in Nijmegen, als ik me niet vergis. Wat? Raaf in Nijmegen, als ik me niet vergis. En misschien, maar dus, er zijn heel veel soorten geschreven in Nederland. Dat is zeker zo. Maar Chacham Tzvi is natuurlijk wel een van de bekendste. En heeft een paar hele interessante dingen over en relatie naar Pesach. En die wil ik vandaag met u delen. We gaan even over naar de share screen. Dan moet ik eventjes kijken waar ik zit. Ja, hier zo. Pesach met Chacham Tzvi. Dan gaan we even naar het begin van die PowerPoint. Hier, ik hoop dat u allemaal een beetje kunt zien. Ja. Ik moet dit even naar beneden, zo. Ja. Nou, is prima. Ik heb een hele serie. En we kunnen vandaag absoluut niet alles behandelen. Want anders kom ik in de clinch met Paul en met de volgende spreker. Maar dat stoort allemaal niet. Dan hebben we wat vast voor een volgende keer. Ja, of voor volgend jaar, whatever. Ik wil het eerst hebben over, dat zie je hier, Bedikret Chametz. En dan gaan we het hebben over matzaballetjes en dan over een tarwekol in een kip op de zenuwdag Pesach. Het klinkt een beetje exotisch, maar dat kan wel. En een gameetspan na een jaar en welke maror. En 4 en 5, die zullen inderdaad die zullen waarschijnlijk moeten bewaren voor volgend jaar. Het boeiende is dit, en dat als je dus garantie opent, wat het enorm boeiend maakt, is het... zijn stijl van schrijven. Hoe moet ik dat zeggen? Als je Igros Moshe openmaakt, is dat een vrij geordende bronbehandeling. Het gaat over de bron, en het probleem wordt duidelijk uitgespeeld, de bron, en dan brengt Moshe Feinstein, die brengt daar dan over
in relatie daarmee wat hij relevant vond. Dan ga ik hem zien, is dat een beetje anders in zijn Suez? En waarmee en dat vind ik het ongelooflijk boeiend in dat hele verhaal. Dat beide Gagam Tsui, direct als je iets opent, en als je iets zoes opent, dan kom je in aanraking met de fountain of knowledge. Echt met een fontein van kennis. Die maar doorgaat, die maar sproeit, die maar vloeit, die maar loopt. Ja, en de fenomenale kennis die deze man moet hebben gehad. Want het is alsof hij gaat over iets schrijven. En dan moeten op zijn netvlies alle relevante bronnen, niet alleen de Gemora, maar ik heb een Shoinim, alle poëtische die er waren tot zijn tijd, ja, dat is dus tot en met Morgen en Vrom, tot en met de Tas, die stonden op zijn netvlies en die betrok hij er allemaal bij. En hij schreef dat vanuit, ja, al denkend. Wat hij dacht, dat staat gewoon op papier. En hij zit in zijn wereld en dat schrijft hij gewoon op. En het is soms ook een beetje moeilijk om te volgen wat hij wil. Want er is eigenlijk, lijkt alsof hij eigenlijk geen rekeningen houdt met iemand, ja, die dat een paar even later moet lezen en die daar moet begrijpen wat hij wil. Maar het mooiste is dat iets duidelijker. Maar dat heeft mij alleen maar meer ontzag gegeven voor de Gagam Tsui. Maar ik wil eerst met u kijken naar die eerste zeilen. En dat is eigenlijk, dat is in, als we kijken naar de, ik pak het even bij, waar staat het? Is binnen. Als we kijken in de nieuwe uitgave van Gagam Tsui, dan heb je eerst de oude Suez van Gagam Tsui, dan heb je daarna een aantal Hasofes. En wat we nu, het eerste wat ik met u ga bespreken, staat niet in de oorspronkelijke Gagam Tsui, in de eerste uitgave, alleen in de nieuwste uitgave van Magon Yerushalayim. Het feit is dat maar een heel klein stukje, maar het is wel ontzettend boeiend. En dat zal ik u uitleggen. Waar het om gaat, ja, en u weet, dat is even de introductie, dat is analoog. Iemand die binnen een maand voor Purim van huis gaat en niet meer teruggaat, die heeft de geopolitieke schoonheid. Als iemand voor Purim van huis gaat, als een flat in Solaim, iemand van teken op 10 naar daar, of wherever die flat mogen zijn, en die komt pas weer naar Pesach terug, dan heb je geen geopolitieke schoonheid. Maar binnen een maand voor Purim, of binnen een maand voor Pesach wel, dus het is mama's al mignon en jam. Maar dialoog waar het over gaat, is niet zo per se over, gaat niet per se over binnen een maand voor Pesach, maar gaat vlak voor Pesach. En dat gaat om het volgende. Dat is Simon Tov Lamates, Din Misha Bodak, Velamotso, Mispak, Kovas en Nier. Iemand had dus een aantal zakjes, of weet ik veel wat, of bolletjes met eten, heeft hij neergelegd. En dan is eentje van weg. Wat moet je dan doen? Dat is daar ook waar het over gaat. Tisho Tsiburin Shalmatso. Wijs even bij met de muis. 9 hoopjes van matso. Een van Gommens. En je kunt kun je niet van elkaar onderscheiden. Ja? Dus je ziet niet wat is. Ubo Achbar. Dan komt een muis eraan. Van Notal. En heeft het genomen. Wanneer je Dano in Noto Gommens. En je weet niet of die Gommens heeft genomen. Of die matso heeft genomen. En we nignas de bijs bodoek. En dat huis is al onderzocht. Ja. Zorg lachso le bodko. Dan moet je toch weer overnieuw bedieken maken. Want je weet niet of er weer dat muisje is met dat stukje brood naar binnen gelopen. En je weet niet of die, of mats, dat weet je niet. En je hebt een sofek. En die is dus misschien gewoon met in het huis. Dan moet je bedieken maken. Dan maakt de Gemo eens een opmerking. Dat is dus hier. Miel me hakika kotel. Als het brood klein is. Ze jochel achbelegal. En dat kan zo klein dat het muisje dat kan opeten voor Pesach. Ja. Toline la hakkel. Dan kunnen we aannemen. Le koele. Dat hij het heeft gegeten. Hoef je geen bedieken te maken. En dan komt een belangrijke dien. En dan komt een belangrijke dien. En namelijk, ik had eigenlijk al een vraag van u verwacht, of van een van u verwacht, namelijk, Rav Katz, waar heeft u het over? Er zijn hier namelijk 9 stukjes matzo, of 9, weet ik veel, matzo, meel, whatever het is. En 1 van Gomez.
Ja, en dat is dus 9-1 dat het dus van Madsen afkomstig is. Waarom moet je dan Benieken maken? Daar geeft de Magabbe een belangrijke uitleg voor. En dat is een haloge, die is in heel Sas, in de hele zogenaamde komt die steeds weer terug. Namelijk, Kokovua kemechtse al mechtse domi. Is het dien, en voor Smiege is dat een van de moeilijkste dingen waar je moet leren. Dat is op het einde van Simon Kovjut in Jagodije. Ja, dat is een belangrijke regel. Kol kevoer kemerts al mechtse domi. Dat wil zeggen het volgende. Dat, en daar gaat het onder andere ook over slagerijen. Stel je voor, als je hebt in een stad, daar zijn 9 koosterslagerijen en 1 trijverslagerij. En iemand is in een slagerij geweest, maar weet niet meer waar die is geweest. Dan zeg je niet, de kans is 90% dat het aan een koosterslagerij komt. Nou, nee, want iets wat op zijn plek ligt, wordt beschouwd alsof het de helft is. Ja, hier gaat het over een stuk vlees. Eén seconde, vriend Levi. 1 seconde. Ja? En ik zeg dus dan dat die ene trijverslagerij wordt beschouwd alsof het de helft is. Dat is een heel belangrijke regel. Een logo. Kol kavua, iets wat vast is. Ja? Ook al heb je een grote meerderheid daartegen van het tegenovergestelde, dan wordt hetgene wat vast is, dat wordt beschouwd alsof het de helft van het totaal is. En hierop toegepast, er ligt dus dat eten, die 9 matse hoopjes en 1 hoopje gorbet, die liggen dus op 1 vaste plek. Daarmee wordt dus dat ene gommetshoopje gepromoveerd als tot de status alsof het de helft is van het totaal. En heb je dus een echte software. Heb je echt een twijfel? En heb je dus een twijfel of daar dus gommets is? En dan moet je dus bedieken maken. Tenzij, zoals Tromo zegt, dat je ervan kunt uitgaan dat het zo weinig is dat een muisje heeft opgegeten. Als een muisje last heeft van anorexia, dan wordt het wat lastig natuurlijk. We in Pirijs. Hakika mimokan kwiasa, maar, als andere dien, we zeggen wel, kon de poris met roebe poris. Dat wil zeggen, iets wat van de meerderheid komt, dat komt van de meerderheid. Dat wil zeggen het volgende, dat als ik dus in die plaats met 9 koosterslagerijen en 1 trijverslagerij een stukje vlees op straat vind, dan zeg ik, het komt van die meerderheid, want is het niet meer op een vaste plek, is het daarvan weg, dan zeg ik dan wat, dan ga ik vanuit dat het van een koosterslagerij komt en kan ik dat heerlijk gaan opeten. Dus ook hier, als dat brood, als het niet meer op die plek lag ergens apart, en heeft die muis het genomen, dan hoef ik geen dieke meer te nemen, maken, want dan zeg je de kool, de porridge, mijn roebe porridge. Want dan zeg ik, watgene wat komt, wat niet meer is op de oorspronkelijke plaats, dan moet dat iets zijn geweest van wat van de meerderheid komt. Dat is de dien van de Magabbe. Tot nu toe heeft de Gagantzi nog niks gezegd. Daar gaan we het nu over hebben. Dat heb ik even gedaan aan de hand van een paar plaatjes. Dat maakt het geheel iets makkelijker. Ja, de vraag waar we het over hebben is. Ik heb dus 10 hoopjes, whatever, bolletjes, whatever we mogen zeggen, dat maakt niets uit. Daarvan zijn dus, zoals u ziet, 9 van Massa en 1 van Gomets. Er is een muisje gekomen en de meisje zei piep in het voorhuis. En toen, en dan is er een vraag, die is dus met dat stukje brood verdwenen in mijn huis, waar ik al blieken heb gemaakt. Moet ik nou opnieuw blieken maken of niet? Zijn hier dus 2 twijfels. Namelijk, ten eerste, ik weet, en dat is natuurlijk wel de vraag. Was het gamet? En ten tweede, is het ondertussen opgegeten? En nu komen wij op een heel ander interessant onderwerp. En wat hiermee te maken heeft. En dat is natuurlijk ook het boeiende. De Gagam Tzvi, die kon enorm schakelen. Ja? Wat bedoel ik daarmee? Dat hij was als een Google. En Als hij iets ging schrijven, dan betrok hij daar alle relevante plaatsen in Sas, in Rishonim, Achronim, trok hij erbij. En dat stond allemaal gewoon zuur op zijn netvlies. En dat maakte zo ongelooflijk fascinerend. Maar hier gaat een stukje terug, wat is namelijk aan de hand. Hier zijn dus 2 twijfels. En dan komen we weer op een ander concept, wat ook
een bekend concept is in de halachische literatuur. En dat is dit. U weet, er is een concept van safek. Een twijfel in halacha. En zeggen we, normaal zeggen we daar een safek min Torah, gaan we de groemeren. Safek min Rabbanan, gaan we vaak de koelen. Niet altijd. Zoals hier, de bedieke in feite is een gier met Rabbanan. Toch zeggen we hier, als een safek is, dan kan ik Michael zijn. Gaan we, is dat makkelijker. Maar hier zijn natuurlijk twee twijfels. Namelijk, het eerste is natuurlijk de vraag, ik weet niet of dat muisje wat hier iets van heeft meegenomen, was het gameet of was het matze. De tweede is sowieso, is het opgegeten, is het nog, is het er niet? Dus ik heb hier twee twijfels. Dus de vraag die we eraan moeten stellen, is natuurlijk, is hier sprake van een sfeksfeike of niet? Van een dubbele safeek of niet? Dat is de vraag waar de poskim het hier over hebben. En dan komt de, graag gaan we zien met het volgende. En dat is dit. Er is, en dat vinden we weer in Jorodea en Simon Kufjut, uitgebreid wordt het daar behandeld, namelijk een sfeksfeike, daar gaan we zelfs, als het gaat over iets wat minder Torah is, gaan we ook soms zo koelen, niet altijd. Maar dan moet het zijn dat die sfeksfeika, die dubbele sfeek, die moet tegelijkertijd zijn ontstaan. Is dat niet zo, dan is dat een probleem. Is dat een probleem? En het is ook logisch, want op het moment dat ik namelijk die eerste sfeek heb, en de tweede safek is nog niet ontstaan, dan moet ik wel zeggen, ik heb er maar één twijfel, en het is een vraag in de Torah, en dan moet ik wel naar Gomorra gaan. En dan zelfs daarna nog een tweede safek komt, dan helpt mij dat niet meer, want dan moet ik zeggen, ik heb te maken met een verbod van de Torah, en er is misschien nog een tweede twijfel overgekomen, dat helpt niet meer. Dan moet ik ook na afloop van die tweede twijfel zeggen, het is verboden. En dan is de vraag, en daar hield de eerste Magen Avraham zich mee bezig, en daarna de Chacham Tzvi zelf. De Magen Avraham heeft het hier over. Dit is de Magen Avraham hier in hoofdstuk, in Simon Tav Lamed Tet. En hij zegt daar het volgende. Hij zegt, inderdaad is het zo dat dit probleem is ontstaan voor de Isurgamheid, voor het zesde uur, dan zijn die twee twijfels tegelijkertijd ontstaan. Maar na het zesde uur, dan is het niet. Want dan zijn die twee zwijkers die ontstaan na elkaar. Dan heb ik eerst die safek. Eerst is de safek ontstaan. Is het gemeente van Matza, daarna is het opgegeten of niet? Dat is de approach van de Magen Avraham. En hij zegt dus, als iemand dus, je hebt je huis al onderzocht, maar tegenwoordig, het is nu dit jaar op Shabbat, maar dat zeggen op een gewoon eer of Pesach, en dan zie je het muisje naar binnen lopen met dat brokje, dan zeg ik dus, na het zesde uur, ik heb eerst een twijfel of gametisch, daarna later ontstaat de twijfel of dus wat opgegeten is of niet, die twee twijfels zijn na elkaar ontstaan, en die kun ik niet met elkaar vermengen, kan ik niet in elkaar schrijven, en dus is het dus verboden. Dat is de approach van Magen Avraham. En dan komt hier dus, dat is het volgende plaatje, maar ik zal uitleggen wat het om gaat, en het volgende plaatje komt dan de Chacham Tzvi zelf. En de Chacham Tzvi, die heeft een hele andere mening hierover dan de Magen Avraham. En waar het om gaat, is om deze vraag. En dat is dus een stukje wat wij dan zeggen in Yeshivas, dat is een stukje Londes. Waar gaat het hier over? De vraag is dit. Het bedika van de gameet. Ja, bedika van gameet. Wat is dat? Is dat om het brood te vinden? Of is het erom dat ik moet kijken dat mijn huis gameetsvrij is? Ja, dat is dat. En dat is die vraag die, als je
gewoon het eerste stuk van wat Sechet Psachim gaat leren. Ja, Davjomi is nu al wel het einde van. Dat is iets wat daar, wat constant natuurlijk een achtergrond is tussen al die zoekjes. Gaat het om het vinden van het brood? Of gaat het erom of het huis dus, of het huis het gametsvrij is of niet? En hier komt dus een interessante visie van de Chacham Tzvi naar voren. Dat hij zegt, als de issue is het vinden van het brood, een issue brood of niet, dan zeg ik inderdaad, die twee twijfels die staan, die zijn na elkaar ontstaan. Dus eerst de vraag, wat is er naar binnen gegaan? Daarna, is het brood er nog of niet? Maar dat is niet essentie van mijn vraag. Mijn vraag is, dat wat? Is hier een, moet ik dit huis nog een keer onderzoeken of niet? En dan heb ik meteen twee twijfels die ik in elkaar schuif. De eerste twijfel is er überhaupt brood in het huis gekomen? En de tweede, misschien is dat brood al niet meer in het huis aanwezig. En wat Chacham Tzvi dus aan ons zegt, is het volgende: nee. Hij zegt, omdat het onderzoeken naar chametz gaat om de vraag, gaat om het huis. Is er hier chametz aanwezig in het huis? En dan kan ik dus die beide twijfels, die kan ik tegelijk betrekken op die vraag. En het is dus wel degelijk sprake van een dubbele safek. We hebben al gezegd, als die twee twijfels apart van elkaar ontstaan, dan heb ik een probleem. Want dan moet ik zeggen, de eerste twijfel, die is al gepaskend voor die tweede twijfel ontstaat, dat helpt niet meer. Maar de Chacham Tzvi zegt, hier is dat niet van toepassing. Hier gaat het om mijn huis. En er zijn die twee twijfels ontstaan tegelijkertijd voor het huis. En daarom is er wel sprake van een dubbele safek. En daarom heb ik geen gilf meer van Bedika. Dat is in het kort wat Chacham Tzvi hier zegt. Ik wil het hierbij laten, want en ik zal u uitleggen waarom. Want er is in die Chacham Tzvi, daar heb ik gewoon geen tijd gehad om dat uit te zoeken hoe dat precies zit. Dat is alweer, dat zou ook te ver gaan buiten het bestek van deze shiur. Namelijk, er is hier direct in huis nog een stukje. En daar lijkt de Chacham Tzvi het tegenovergestelde te zeggen. Dat het niet zozeer gaat om het huis, maar om het brood. Maar dat wil ik even buiten beschouwing laten, want ik denk de introductie van Pesach is dit mooi genoeg. Dan gaan we over naar het tweede onderwerp. En het volgende onderwerp. En dat, na ben ik gaan meten met die muisjes. Je hebt wel of niet anorexia, dat is veel minder leuk. Maar matzeballetjes, die waren er altijd in Els. En zeker op Petah Tikwa. En de vraag is inderdaad, hoe kijken we daar in Halacha mee tegenaan? En het bijzondere is dat de Chacham Tzvi, die is daar heel duidelijk in geweest. Alleen, dat zeg ik op voorhand, dat daarover vinden wij niets in de Seilat Utsuot van Chacham Tzvi zelf. Ja, maar hoe weten we dat dan wel? Ja, dit zijn heel lekkere matzaballetjes. Ja, daar zitten ook wat kruiden tussendoor. En wat, ik zie een beetje peterselie of dil. Ongetwijfeld ontzettend lekker zijn deze matzaballetjes. Maar die foto die past niet meer precies bij de matzaballen zoals wij ze in Els maakten, ja. Ja, goed, maar kijk, Minnek Els, daar kan niemand tegenop. Dat, dit is volgens mij matzaballen, ja, maar kijk, van matse meel, nee, niet van matses, ja. Ja, maar deze matzaballetjes, dat is Minnek Ierseke. Ja. Met echte Zeeuwse kruiden. Ik was bang dat het Veenendaal was. Nee. Veenendaal is weer anders. Dat gaat voor een ander moment. Goed. Even een klein verhaal van Pesach uit Veenendaal. Dat is heel leuk.
Dat gaat nu terug, hoeveel? 57 jaar geleden. Toen was Pesach, in 1964 was Pesach heel vroeg, net zoals nu, net zoals dit jaar. Dus en de dag voor, ik trouw Pesach op mijn Sabbat was toen, maar dat weet ik niet meer. Gewoon eerste Pesach was een vrijdag, geloof ik, maar dat weet ik niet meer. En mijn moeder had natuurlijk de zenuwen, ja, want wij moesten natuurlijk wel op Europese ontbijt eten. Wat had deze lieve moeder gedaan? Die moeder had dus keurig netjes wat boterhammetjes gemaakt. En wat de opstel van pindakaas zou zijn, was, dat weet ik niet meer. En, maar deze had geen zin meer. Ik was toen 6 jaar. Ja, en mijn ene zusje die was 7, de andere was 5 of 4. Whatever. Ze had geen zin dat wij dat in het huis zouden opeten. Maar tegen ons huis in Veenendaal was een speeltuin. En ze zei, hier is het brood, ga het maar in de speeltuin opeten. Ja, hoe dat wordt gedaan met handen wassen, weet ik niet. Misschien thuis handen wassen en daar een moutje maken. I don't remember. Maar het was een hele koude era Pesach, dat weet ik nog wel. En op een gegeven moment was een buurvrouw, die zag ons zitten en een beetje zo halve kleum met die zakjes boterhammers in die speeltuin. Die heeft gezegd, maar weet je wat, het is zo koud. Die wist precies wat Pesach was. Ze zei, kom maar bij mij die boterhammetjes eten. Dat hebben we gedaan. Dat is eer op Pesach en Veenendaal 1964. Goed. Dan gaan we het hebben over die matzoballetjes. Dus nogmaals, wij vinden daar niks over in de Chacham Tzvi. Dat komt, maar hoe weten we dat wel? Dat weten wij van deze Zaratsuwa, waar we naar gaan kijken. En ook naar van de Sheilas Jaibet. Dat wil zeggen, de responsa van de zoon van Chacham Tzvi, Rabbi Yanger Emden, die overigens een enorme kater heeft overgehouden in Amsterdam. Ja, de hele familie van Chacham Tzvi is maar een jaar of 4 in Amsterdam geweest. Maar dat zijn zowel voor de Chacham Tzvi als voor Rabbi Yanger Emden zeer, zeer heftige jaren geweest. Maar we kijken hier naar Zaratsuwa, die kunt u zelf vinden ook in de Mishneh Berurah, in Hilchos Pesach. En daar staat het volgende. En ik zal het even. Dat gaat over matze schroeien, zoals het heet in het poskim. Ja? Dat zeggen, matze schroeien betekent geweekt of verkookt. En zegt hij daar het volgende. Agrabim, ik lees mij met de muis. Agrabim, uslijmim, sa'achlim, matze schroeien, moshe. Dat zijn helemaal mensen eten dat. Afbies en een katoes uit de groene, zelfs als het niet nog een keer gemalen is. Opnieuw. Wat is de reden? Want ze zijn niet bang dat er misschien nog meel over is, wat over is gebleven van het kneden. Ja? Ja. Dat is alleen maar als je, daar gaan we het zo meteen over hebben, als je water of meel later hebt toegevoegd bij het kneden. Maar daar zijn we niet bang voor. En nu komt een hele interessante uitdrukking. Let goed wat er nu staat. Wie jij slijmt, die is me goed, al amut ha'olam. En degene die daar meikel zijn, die kunnen zich daarbij verlaten. En nu staat een uitdrukking die je zelden tegenkomt. Al amut ha'olam, de pilaar van de wereld. Ha'ga'on chacham tzvi, de ga'on chacham tzvi, zich gewoon naar de volgende. En het is, het zand is de volgende. Zaratsuwa brengt een heleboel poeskiem. De enige die deze titel meekrijgt, Amut HaOlam, dat is de Chacham Tzvi. En de Chacham Tzvi was, en dat zie je ook, dat zie je ook in de garantie, Moshe Feinstein was in zijn tijd, was de Poyschik van Amerika. Ja, daar is iedereen het eens. En ja, ja en iemand die raaf uit Amerika, die had maar één ding nodig, het telefoonnummer van, had 2 dingen nodig. Ja, het telefoon van Rav Moshe, en als het Shabbos was, een portie geduld tot na Shabbos. Ja, maar dat was op een bepaalde manier Chacham Tzvi ook in zijn tijd. Chacham Tzvi was een ongelooflijk genie, maar ook doordat hij zowel bekend was met de Sfardische wereld als de Nazische wereld. Hij wist het Oost-Europese Jodendom. Hij was jarenlang in Hamburg naar Amsterdam gegaan. Ja, hij had enorme bekendheid. Hij was als Rav Moshe Feinstein van zijn tijd. En hij brengt het volgende. Maar de Amute Alam Chacham Tzvi, Kasha'it Alam Banoa Gaon, Zal Beshelet Yavet, zoals zijn zoon daarover heeft verteld,
gesproken in Elat Yabet. Dat zijn de responsa van. Daar gaan we van die kan gaan enden. Gaan we zo meteen naar kijken. Gelijk bij het Simon Samachai. Die heeft daar het volgende geschreven. Oh, er was iemand, dat was een bepaald soort suiker. Ja, en iemand wilde dat niet drinken. En vanwege op Pesach, was bang voor iets, allergische vrees, whatever. Ja, hij zei, dat mag wel, vanwege zijn gezondheid mag je dat gewoon doen. En dan brengt hij ook dat zijn vader, waren mensen die waren machmir over knedelig, over matzische roeien. En zijn vader, zoals zegt het, de volgende, hoe satar kol die vrij hem. Ja, en zijn vader, al die bewijzen die de mensen brachten om machmir te zijn, zijn vader heeft al die bewijzen weten te weerleggen. Ja, en dat is wat Saratsoer schrijft. Gagan Tzvi, die zegt, die was er in Meikel. Bij Kneler en Matsus Roeien. Waar is dat? Dat is hier. Hier zien we voor ons, ziet u dus. Dit is Saratsoer Jaibet, deel 2, Samagai. En hier even kijken, hier is dat stukje. Ja? Dit is wat staat over Blanke Mensen. Bij Rimi Ra'ai met Waraf, Midifra Aviva Gonzal. Ja. Dat gaat dus over dit suikerverhaal. En Jacob Emden heeft toen een bewijs gebracht van zijn vader. Aldaat Matza Shruya. Over dus geweken Matza. Shahamit Gasdin Porshime hem. Dat er een hele veel mensen die wil dat niet hebben. Hoe Satan kolde waaraf, kolde van Magmirim. En hij heeft al die wijzen van die mensen die Magmir waren, ja, die heeft hij weten te weerleggen. En dan eindigt dat, en het lijkt wel alsof het voor 2021 is geschreven. Op een met inderdaad, zowel het kola gumrod, hamet gashim, begon Jan. Inderdaad zegt hij, ja. Eigenlijk is het onacceptabel, al die goemeres die vandaag dus te verschijnen. Dat gaat veel te ver. Dit is even een kort citaat uit Reb Janko Emden. Maar dan gaan we een stapje verder, want in feite is het zo, het gaat terug op een aantal gemores en we zeggen het psogim. En die wil ik even kort naar de gemores samen uit u kijken. Want het is iets minder simpel dan het lijkt. Ja, dat wel. En we gaan zo meteen ook kijken nog naar Minhag Chabad. De tegenovergestelde kant van het spectrum, zou ik maar zeggen. Dan is maar een breita in Gemara in Masechet Psachim. Je kunt het meelezen. En het waarin ze één ba'im in de gemoed. Dit zijn de dingen die niet meer gehoord kunnen worden. En dan komt het ha'afui. Dus iets wat al gebakken is, een gebakken matze kan niet gomets worden. We hebben woeshal en iets wat gekookt is, we galoet, en iets wat meteen is in direct is gekookt in concreet water. Vraagt ik hem morgen, wat bedoel je daarmee met mijn woeshal, iets wat gekookt is? Want als ik gewoon in meel ga koken, adem wasser in magmer, als we meel gaan koken, dan wordt het een gomets, zegt nee, dat papa. Dat is niet de bedoeling. Hafoeische bisschop, kom maar. Als ik dus een matze heb, iets dat gebakken is, en dan ga ik dat daarna koken, zoals wij doen met onze knedelen, met onze matzeballetjes, dat wordt geen gomens meer. Dat is dus een hele duidelijke gemoore, en dat is natuurlijk de bron ook voor waar wij het over hebben, dat een matze die eenmaal uit overkomt, dat kan geen gomets meer worden. Dat is zelfs een breita, niet alleen een gemore, is een breita. Maar dan is er een tweede gemore, en daar zien we, daar is de hetter iets minder duidelijk. Of ja, wat staat in de gemore? Dat gaat om het volgende. Wat gebeurde namelijk? Tegenwoordig is het een beetje anders, maar vroeger had je een probleem dat er kwam er allemaal schuim op het eten en daar moest je iets mee doen om dat te laten oplossen. Nou, Rav Papi, wat deed hij? Shari Leile Boerdeke, die stond die kok toe in de Weres Geluta. Weres Geluta, dat was dus de exilaar.
Ja, dat komt in Grace Hood, dat komt heel vaak voor in de Gemara. Dus in Bovel, ja, in het, waar nu Irak is, daar was, had de Joodse gemeenschap, die was daar, had een grote mate van zelfstandigheid. En de leider daarvan, dat was de Reis Geluta. En die komt, u kunt begrijpen, de ene keer had die Reis Geluta een betere relatie met de rabbijn, de andere keer wat minder. En dat is onderwerp van geschiedenisles, dat is niet voor nu. Maar in die Reis Geluta, die had een kok. En Rav Papa, die stond dus die koek, de kok in de Reis Geluta toe, om dus, dat gaat om, er waren geroosterde graankorreltjes in de pan te doen, ja, om ervoor te zorgen dat het schuim dus een beetje zich oplosse. Maar daar komt Rava met een kritische opmerking. Ama Rava, heeft Rava gezegd, ikke de shari ki hai milta ba duchter zich afde. Zegt Rava, dat kun je nou toestaan in een plek waar knechten zijn, want misschien, ja. En dan legt hij dat hier uit. Misschien zullen we ook misschien daar een beetje een bloem of meel voor gebruiken. En dan heb je wel gezuid van Gommet. Dan zegt ik allemaal Rabbe, goeven mag gelijk kinderen beschassissen. Zegt ik gewoon, nee, Rabbe heeft dat zelfs gedaan. En wat we in deze gemoor zien, is dat is een bepaalde angst dat je dus misschien ook meel gaat gebruiken voor datzelfde doel. En dan heb je natuurlijk wel een probleem van, van Gomez. De tijd is een beetje beperkt om alles uitgebreid te behandelen, maar we zullen zien hoe ver we komen. De Rambam brengt dat. En we hebben dus in dit verhaal komen ze een aantal dingen voor, een aantal soorten materialen voor wat we ook hebben. Ten eerste hebben we dus hakemach hakalui. Je kunt dus meel roosteren. Dat wil zeggen, je kunt meel in een oven gooien en dan kun je die oven op de baktemperatuur doen, dan is het kemach kalui. Dan kan het ook gegommet worden. Ja? En nou, daar heeft de Rambam het over. En de Rambam heeft het over deze zeilen. En wat om gaat, en dat is een laatste regeltje, en we wassen en bij hen ele matza afuja ze toch gewoon nu gasroeve toch nu ota. Bepaalde niet alle situaties staat er allemaal naartoe, maar de ram is heel duidelijk, dus ik mag dus matza afuja, gewoon matze, die opnieuw waar matsmeel van is gemaakt, die mag ik gewoon koken. Dat zegt de ram hier. En waar het om gaat, is het volgende, dat de Beit Yosef brengt daarnaast, ja, dat als er dus naast die matze ook een bepaalde reden is om aan te nemen of bang te zijn dat er los meel is, dan de apekemmer ik in meega, stimulobo sosapi, dan een bepaalde omstandigheden moet ik bang zijn dat daar, een gesas van gametes ontstaat. Wat we dus tot nu toe hebben gezien is het volgende. Er is, het is heel duidelijk, dat in principe is dus zo dat bij matzen gewoon die gebakken is, daar kan ik gewoon matzenballetjes van maken en ik kan er matzenbrood van maken. In bepaalde situaties waarin bijvoorbeeld het meel is, waar ik niet gaat om matzen, maar ik alleen heb over meel wat is geroosterd, of waar misschien ik nog bang moet zijn dat er nog ergens een beetje meel doorheen zit, daar zijn bepaalde halachische vragen. Er is een derde bron uit de Gemara die heel duidelijk is. Ja, en dat is dit. Amarav Kahane, dat Hamani Rabbi Yossi, dan brengt hij een breise van het Rabbi Yossi, de Tanje. En die breise, die gaat over matzen. En dat is iets wat niet ondenkbaar is. Iemand kan moeilijk eten. Je hebt bijvoorbeeld iemand die heeft bijvoorbeeld een probleem met kauwen. Iemand moet een kunstgebit krijgen en vlak voor Pesach alle tanden getrokken. Ja, nou, ja, of je hebt, of iemand, whatever, dat kunnen we allemaal ons indenken. Ja, nou, dan, om dan die matzen op die matzen te bijten, dat is niet zo makkelijk. Maar de vraag is dan, kan ik dan die matzen in water doen? Ja, en waardoor het allemaal gewoon een brei wordt, waardoor het veel makkelijker wordt om het door te slikken. Zegt er, staat er in de brei, is het volgende. Yotzim rakik hasharui umumushal shalonimor. Ik ben, als ik dus een matze neem die in water zit, of zelfs gekookt is,
Als het maar niet uit elkaar gevallen is, dan ben ik Joodse. Die vraagt me mee. Rabbi Joodse zegt, Jotzim Rakika Sharoi. Ik ben dus, als ik dus matse doe in week en water, dan ben ik daar wel een Joodse, maar niet als het gekookt is. En wat er hier heel duidelijk is, is het volgende. Ik kan dus, dat is een breita, Marab Sachim, Mem Alef om het Alef. Ik kan dus een matse nemen en iemand die moeilijk kan kauwen, ja. Nou, en je wil toch niet mitsen van Achilles matse Makaim zijn, dan kan ik dus die matse in water doen en dat wat week en dan doorsteken. Hoe lekker het is, dat doet het niet zo, maar in ieder geval de mitsen Makaim zijn van Achilles matse. En dat is niet alleen een breita, dat vinden we ook weer terug hier in Hilchot Pesach. Ja? Yatze Adam Matza Shruya. Iemand is mats, is Joodse met gewekte matsen. Hoeselunumucha. Maar het kan niet zijn dat hij dus helemaal uit elkaar is gevallen. Dat die matsen, de hele structuur verloren is gegaan. Al in Bisla heb je die gekookt, dan ben je daar niet Joodse. En het belangrijkste is natuurlijk het volgende daar. Er moet nog taamatsen, de smaak van de matsen moet nog voelbaar zijn, dat wel. Maar in principe ben ik hier dus mee Joodse. En dat is heel duidelijk, dat het gebrokt is. En zo past het de Magabba ook. Dus niemand, er zijn heel duidelijke bronnen dus. Dat je dus gewoon kunt brokken. Ik bedoel, je kunt er zelfs met geweekte matzen, kun je zelfs de mitsen mekaim zijn van Achilles matzen op zijde avond. Nou is het zo dat ik heb hier een website gevonden en daar wordt dus de eerste Lubavitcher Rebbe, de Balatanje, die wordt daar dus geciteerd. En die legt dus een beetje uit wat dus de reden is van de goemre die dus ontstaan is om dat niet te nemen. En dat gaat op hij zegt daar het volgende. We zien dus bij haar bij matzes, dat daar dus een beetje meel op is na het bakken. Hoe komt dat? Zeba mag matzaita isaka se veloni la salja feyafe. Dat komt omdat het een hele hard deeg was en daardoor is het niet gekneed. En wat gebeurt er dan dus? Dat als je dus een goed deeg hebt, ja, als je dus een goed deeg hebt, dan bestaat dat niet, want dan wordt het door gekneed, is het geen probleem. Maar tijdens het deeg maken, tijdens het kneden, ontdekken dat het is te vochtig. En dan een beetje meel bij hebben gedaan. En dat meel is uiteindelijk niet goed vermengd met de rest van het deeg. Dan heb je dus een probleem, zegt hem Sneeuwzamer. Ja, dat is eigenlijk het begin van die goemre. Zegt hij, Kimus en Neno Root hier bovenaan, om wij zien Matsot haar B, een heleboel Matsos, ze Matsui bij hem Kemmermaat, ja, Nirel Eilig weer, dan zien we zelfs na het bakken nog een beetje meel. Yevsela Grisa Goes, dat kan niemand ontkennen. Ah, stelt hij een vraag, om Marcelois Skirza Poskim, maar de Poskim die noemt het helemaal niet. Hij dat is, Musum ze ze Eno Matsui Klaal. Dat vinden we alleen maar bij het deeg wat niet goed doorkneed is. Over de rot harishonim, maar vroeger harishon ha bebelisha be gilgul. Daar hebben ze het heel lang, hebben ze dat gekneed. Atzaya nilush yafe. Tot het echt goed door en door gekneed was. Maar als je me kraf zei, schreef sana, als jote, niet pas als hier moet op Yisrael kudoshi. Wat is gebeurd de laatste 20 jaar? Is Mahema ook Belisha? Zijn ze snel gaan kleden? Bij een la sin jafe. En daar wordt niet meer goed gekneed. Geen neemt za kemmer ma atematsos isha kashem. En daarom vind je dus ook wat meel bij in het deeg van de matzes. Knebe goes la medakte kimmermet. Zoals de mensen die medakte zijn echt zien. En ja. En dan zegt hij het volgende, dat als je dus inderdaad dat beetje meel nog op die matzen is, daar heb ik een daad
dus een grote gast, zelfs van Gomez. Daar komt het vandaan. Maar nou komt het weer, maar, en dan hoe zit het dan, zegt de Lubavitcher Rebbe, hoe zit het dan bij ons geval, bij die knelig, Abba Matzat Guna, zoals Simon en Igolim, als je dus een mats hebt die weer gemalen is, ja, waar je dus krimlies van maakt, of knelig, juist noem maar zee, want dan is het alweer iets makkelijker. Want dan is het dien tarovet, dan is het alweer een mengsel geworden. En dan is het alweer, het hangt er allemaal vanaf, want er staat Jerolea over een mengsel van Yahweh's met Yahweh's. Dat zijn de woorden van de Lubavitcher Rebbe. Ja, wat er nu komt, dat is niet meer van de Lubavitcher Rebbe, dat is van die Magichir die dit stukje heeft geschreven. En dan schreef hij het volgende. Hij zegt, ja, en nou is het natuurlijk zo, als wij onze matzes nemen, zeker als je machinematzes hebt, dan is die dus helemaal niet, want is het natuurlijk zo dat in een matzenfabriek, waar dus het deeg machinematig wordt gemengd. En wat daar gebeurd is, daar wordt gewoon afgemeten hoeveel meel er moet zijn. Daarna komt het water erbij en er wordt niks aan toegevoegd. Want er is allemaal natuurlijk van tevoren afgesteld dat het allemaal goed is. Dan is überhaupt de kans waar we het door hebben, die is nul. Ja, er wordt geen meel meer bijgevoegd, want die veelheden zijn goed. Ja, waar we het hier over hebben is natuurlijk vroeger, waar alles natuurlijk handmatig ging, waar in Oost-Europa en natuurlijk ook in Nederland voor de tijd van de matzenfabrieken, dingen afgewogen werden, en ene keer wat beter gewogen, de andere keer wat minder goed gewogen, en ene keer misschien wat meer water, de andere keer wat minder water, was allemaal niet zo precies, dan was het inderdaad soms noodzakelijk om er een beetje meer aan toe te voegen. Ja? Maar wat die Magici dus schrijft, hij zegt dus hoe het tegenwoordig is, wij zien helemaal geen meel op die matzes. Ja, waarom moeten wij dan nog magmi zijn? Ja, en dan zegt hij namelijk, al die redenen om hier magmi te zijn, zijn eigenlijk niet van toepassing. Ja, en de vraag is inderdaad, dat zo'n onderaan, ja, meenoem, ze eens zo'n siman kemach aan de matze, dan zie je geen mail meer van matze, dat zie ik ook niet, de matze die ik krijg. Oelai en zorg lag zoals de kolom te eilen, misschien hoef je dan niet magmi te zijn in al die groemers. En dan reek ik het volgende, ja. En dan gaat dit stapje verder. Ja, want, en nogmaals, je zult kedushim heen. Zeker met Pesach, ja. Met Pesach, er zijn een heleboel groemers in Klal Yisrael. En al die groemers die er zijn in Klal Yisrael, ja, die zijn er sinds mij. Ik weet nog dat toen ik opgroeide, bij ons thuis, ja, dat was ook in Veenendaal, daar als op Pesach een vorkje op de grond viel, of een labeltje, dat werd weggelegd, dat werd de hele Pesach niet meer gebruikt, pas op de achtste dag Pesach. Ik weet nog dat toen wij klein waren, mijn moeder, ja, dat viel natuurlijk wel eens een keer, die had voor Pesach, had dus, en natuurlijk wel zelf voor Fleisch en van Milsen, had ze dus een koordje gemaakt, daar zat aan de ene kant een lepeltje aan, aan de andere kant een vorkje, en dat zat op onze hals. Dus dat kon niet op de grond vallen. Ja, dat hadden wij met Pesach. Dus dat kun je ook vragen, wat is er aan de hand als zelfs als iets op de grond valt, what will happen, ja, wat kan er gebeuren, je kunt afspoelen en klaar. Nee, dat werd niet gebruikt, Paul Jacobs, Jaap Schieler heeft die goemeren nog. Ja, vraag maar aan hem, ja, oh. Maar het ligt dus het volgende. Dat koortje of op de grond? Nee, maar als iets op de grond valt, nee. Oh, ja? Oh, ja. Nou, dat zal hem vragen. Ja. Als ik het spreek. Maar zegt dus het volgende. Hij zegt dus, en dat is heel interessant, de Balatanje, die heeft dus gezegd van iemand die dus die goemre heeft, ja, eino mina matmiim. Ja, daar hoef je geen vraag over te stellen. Ja, waar nog iets anders bij komt, dat dus mina gebat, en een heleboel andere gezien, ja, die daar als je daar dus...
wat gebeurt daar? Daar wordt mautsi gemaakt. En daarna komt de soep op tafel. Maar dan wordt eerst de hele... wordt de mats, die wordt helemaal afgeruimd. Alle matsenkruiden van tafel gehaald. En dan pas komt de soep op tafel. Ja? En de... En nog een andere gomere, namelijk het volgende. Er is een belangrijke regel. Ja, mij perels een mag niet zien. Dat wil zeggen, water kan iets schoons maken, maar bijvoorbeeld honing niet. Honing niet. Of wijn niet. Maar er wordt dus al die gezinnen die magmi zijn, die zullen ook bijvoorbeeld niet een beetje honing op de matten smeren op Pesach. Ja, er zijn een heleboel gomeres daarover. Ja, en niet alleen dat. Hij zegt het volgende. Weheima filu, dat staat hier de regel, kijken we naar de mee met de muis. Weheima filu, met jachasim, le keinlim, shenoval, le matse, wanneer te wel, keli gomets. Wij nu stamsim, we kennen eind van Pesach. Als je dus, en dat wil zeggen, als je een bordje hebt of een kommetje hebt, daar is dus een beetje mats is gekomen en er was een beetje water of een beetje soep, wat hebben, dan beschouwen we dat als een kligomets en dan wordt dus helemaal, die hele Pesach wordt dat niet meer gebruikt. Ja? En dat kan dus leiden tot situaties waarin die mensen alleen maar op Pesach mats eten en blijven zij daar verder niet. En zegt die voor verder, ha'im zu haita kamarat balatanya. Was dat de kwone van Baratanje? Bij hem zo hij tak van het Torah was dat de bedoeling van het Torah, toen de Torah zegt, Shivet Yamim Matzot Tochelo, einde nemen toch, ik weet het niet zeker. Maar goed, het is niet aan ons om als een hele groep Jerijm, Slijmi, als die daar maar minhoog in om daar van af te doen. Alleen de vragen op die middag, die mogen we absoluut bespreken en bestuderen. En wat zeker is, dat als we dan teruggaan naar de reactie van de Chacham Tzvi. Dat Chacham Tzvi heeft gezegd dat al die bewijzen voor die goemer die heeft hij opzij gezet. Dat Chacham Tzvi zeker meiker was geweest. En dat Chacham Tzvi zeker matzeballetjes moet hebben gegeten. Niet alleen Chacham Tzvi. Is ook bekend over de Chasam Soifer dat hij matzeballen heeft gegeten. Over de Vilna Gaon heeft dat gedaan. Dus wat dat betreft zijn wij in heel goed gezelschap. Dan, die kwam met Frankfurt am Main. Wat? Dat bedoel ik. Ja, maar dat heeft hij ook in Pressburg gedaan. Ja, natuurlijk. Zijn hele leven heeft hij Minak Askedas gehouden. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Ik ben ook weer het einde gekomen van de tijd. Ik wil niet op de weg gaan op plaats zitten van de volgende spreker. Ik wens u allen alvast, want als je 30 dagen sluisje Jan en Ver Gaak uitkiemen gaan ze pas. 30 dagen voor Jontef ben je bezig met de injoni van Jontef. Dan mag je zeker binnen maand van Pesach iedereen een mooi Jontef toewensen. Een kosere Pesach, een vrijelijke Pesach. Mogen de matzenbaljes u allen heel goed smaken. Ja, en de kremselichts en de matzentaart en whatever you eat. Ja, gezindheid. Ik zou zeggen, de Chacham Tzvi zal u een brood gegeven. Hartelijk dank. En, tot ziens. Dankjewel. 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 Je weet, dankjewel. Na afloop komt er altijd iets anders. Dus dan mag je je agenda erbij pakken. Heb ik ook ondertussen gedaan. Oké. Yes. Okay. De eerste, als je kan, dat is maandagmorgen 19 april. 7 uur. Dat should be fine. Goed, yes. Dan schrijf ik je direct op. Yeah, maar wat ik me nog kan herinneren van onze vroege rabbijn in Den Haag, die hadden dan die bordkartonnen matzes. En die werden, die arme kindjes moesten dat ook eten. En die werden in een plastic zakje gegeten, wat gastvergeleerd, daar kwam iets aan. Ja. Die mochten dus niet met iets aangeraakt worden. Nee, dat is minder kabat, ja. Ja. Dat was Pinchas Meijers. Ja. Ja, nee, dat... Die andere kindjes...
Ach, ik kan me dat goed herinneren. Ze moesten zich daar doorheen werken. En kwamen die kinderen dan bij jou voor de massenballetjes en de kremsenis? Zij kwamen altijd achter op Pesach. Kwamen ze bij ons eten. De jaren dat ze in Den Haag waren, achter op Pesach kwamen ze bij ons. En Nomi met de kinderen, Pinchas meekwam, dat weet ik niet meer voor Per. Maar ik weet, Nomi met de kinderen achter Chapees was bij ons. Maar dan kregen ze normale dingen. Oké. Okay. Heel hartelijk dank, Romein. It's a pleasure. Tot ziens. Ja, oké, bedankt. En je denkt aan wat ik Shabbosmiddag heb gevraagd. Straks bij de vergadering. Ja. Niet vergeten. Goed zo. Oké. Okay. Dank u wel, iedereen. Oh. Tot ziens. Bye-bye. Okay, dank u wel. Oh. Dank u wel. Oké, okay, goed. Je mag je... Dan kan Dr. Bierkloff...